en wat super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik weer een unboxing voor jullie. Een hele tijd geleden heb ik ook al een video geplaatst dat ik mijn starterspakket van Pink Gel Lac ging unboxen. En dat ik jullie ging laten zien dat ik Mineke haar nagels ging doen. En dan ging ik meteen uitleggen hoe het moet. De laatste tijd wordt de video best wel goed bekeken. Kijk, we hebben 634 weergaven op die video. En dat is best wel veel voor ons kanaal. Dus heel erg bedankt daarvoor. Heb je die video nog niet gezien? Ik zal in de beschrijving even een linkje zetten. En in het i'tje ook de sticker naar gaan kijken als deze video is afgelopen. Of eerst even die en dan kijk je daarna weer deze. Maar het is dus nu inmiddels, even denken, iets langer als 4 maanden geleden dat ik dat heb besteld. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb op dit moment ook nagellak op. Ik heb namelijk nu de paarse kleur op. En zoals je ziet heb ik al uitgroei. Dit heb ik nu 10 dagen op. Namelijk had het 10 oktober opgedaan en het is nu 20, dus 10 dagen. En het ligt er heel erg aan hoe je je nagellak opdoet of het lang blijft zitten. Ik ga jullie dus straks vertellen hoe en wat ik daarmee ben achtergekomen soort van. Hoe het langst blijft zitten. Maar ik ga als allereerst eventjes dit pakketje openmaken. En dan laten zien welke nieuwe kleurtjes ik heb. En heb ik ook nog een nieuwe topcoat en een nieuwe basecoat besteld. Want die andere die werden een beetje klonderig. Dat komt ook omdat ik ze mee heb genomen naar Kroatië. En daar was best wel warm in de tent. Dus super gek is het niet. Dus dat raad ik je niet aan om het mee te nemen naar een warm land. Maar goed, ik ga hem nu snel opmaken, want ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, ik heb nu even de camera op mijn schoot gericht staan. Dus vandaar dat het misschien een beetje gek is. Maar goed, daar gaan we dan. En dan een ander doosje als de vorige keer. En dan zit dit erin. Als allereerst weer een boekje dat ik er gratis bij heb gekregen. Dit is wel een andere als de vorige keer volgens mij. Dus dat is wel leuk, denk ik. En dan hebben we hier het doosje met de lakjes erin. Oké, die gaan we ook eventjes openmaken. Sorry trouwens voor misschien mijn droge handen, maar met dit weer krijg ik zulke droge handen. En dan zien we dit. Ik heb helemaal geen thumbnail gemaakt. Oké, dan pak ik als allereerst eventjes de top en de base coat eruit. Als allereerst heb ik een Ultra Shine. En die had ik ook al bij het vorige pakket. En die vond ik gewoon heel erg fijn. Alleen omdat hij dus te warm is geweest in Kroatië, is hij gewoon niet meer goed geworden. En ik had de Base Extend had ik als base coat. Vond ik ook heel erg fijn. Maar ik had van iemand gehoord dat de rubber base, dat het dan nog langer blijft zitten. Dus zou ik wel proberen. Dus vandaar dat ik de rubber base heb besteld. Ik ben dus heel erg benieuwd of dat ook daadwerkelijk langer blijft zitten. En er stond ook in de beschrijving bij de rubber base dat het 3 weken blijft zitten. En die andere blijven eigenlijk allemaal 2 weken zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan gaan we nu door met de kleurtjes. Ik heb 2 rode en 1 ja, nude kleur. Dus ik denk dat we gaan beginnen met een rode. Kijk, dat was allereerst deze rode. De naam zou ik gewoon weer eventjes hier ergens in beeld zetten. Oké, dan maak ik hem open. En dan is dit de kleur. Oké, ik hoop dat je een beetje de kleur hebt kunnen zien. En dan de volgende rode is deze. Dit is een glitterrode. In het echt zijn de kleurtjes wel een beetje wat donkerder. Maar ik vind het allebei echt hele mooie kleuren. En dan als laatste hebben we een nude kleur. Die vind ik ook wel heel erg mooi. Althans, op de foto's was heel erg mooi. En door deze nagellak schijnt als het goed is je nagels een klein beetje door. Kijk, dit is hem. Op de afbeelding op de site zag hij er iets anders uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet als wij hem op onze nagels doen. Hoe het er dan uitziet. Dat zijn in ieder geval de kleuren die we hebben besteld. En ik vind ze echt heel erg leuk. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan ga ik jullie nu heel even vertellen hoe je nagels het best kan doen zodat het het langst blijft zitten. Het is namelijk heel erg belangrijk dat je niet een al te dunne laag doet of een al te dikke laag. Een al te dunne laag, ik zou niet zo goed weten waarom dat niet handig is. Maar dat had ik laatst en dan blijft het gewoon niet goed zitten. Het blijft dan in ieder geval wel beter zitten als dat je hem dikker doet. Maar het blijft wel minder goed zitten als dat je een tussenlaagje hebt. En als je het al te dik doet, dan droogt het niet goed. Dan droogt het bovenste laagje, maar dan wat echt op je nagel zit, dat droogt dan minder goed. In de vorige video heb ik ook gezegd dat je nagels 60 seconden onder de lamp moeten. Dus dan hoor je een piepje en dan totdat de lamp uitgaat, zeg maar. Maar dat doe ik nu ook niet meer. Ik doe nu 120 seconden onder de lamp. Dus totdat de lamp uitgaat en dan nog een keer. Ik ben geen nagelspecialist en ik heb er ook niet voor gestudeerd of zo. Ik zit daar nog op de middelbare school, maar dat is wat anders. Dus ga er niet 100% van uit wat ik zeg dat het goed is. Ik weet ook niet hoe goed het is voor je nagels om je nagels 120 seconden onder de lamp te houden. Maar
ik doe dat wel en ik weet niet of het dus heel erg is. Toen ik mijn nagels voor deze keer zeg maar had gedaan, toen had ik een best wel dunne laag gedaan. En toen had ik ook mijn nagels best wel lang. En hoe langer mijn nagels waren, hoe sneller het ook eraf gaat. Omdat er dan in de bovenkant van je nagels komen er deukjes en dan gaat het er gewoon heel erg makkelijk af. Maar nu ik dus mijn nagels minder lang heb, gebeurt dat niet zo snel. Wat ik alleen wel had, is bij deze nagel, die was best wel lang en toen brak die alweer af. Mijn nagels zijn sowieso niet zo heel erg sterk, dus vandaar dat ook de pink gelak dan sneller eraf gaat ofzo. Je nagels worden ook wel iets minder sterk hiervan. Althans, ik ga het eraf pulken, want ik heb echt geen zin om mijn nagels af te halen met aceton dingen, want dat duurt zo ontzettend lang. En ik heb niet echt zin om daarop te wachten, want ik wil dan gewoon mijn nagels opnieuw doen. En ik heb echt geen zin om dat helemaal eraf te halen. Mijn oma heeft dat wel gedaan. Ik had mijn nagels bij mijn oma gedaan. Maar toen is ze er bijna 2 uur mee bezig geweest om dat eraf te halen. Nou, daar heb ik dus echt geen concentratie voor. Dus, Maar dat is dus wel het beste voor je nagels. En vandaar dat dus mijn nagels ook niet zo heel erg goed meer zijn. Dus probeer gewoon niet een al te dunne laag aan te brengen, maar ook niet een hele dikke. En je kan dus beter een wat dunnere laag aanbrengen als een wat dikkere. Maar dat moet je natuurlijk ook oefenen. Je moet het gewoon wat vaker gaan doen. En hoe vaker je doet, hoe beter je erin wordt. En dan is dit ook weer deze video, denk ik. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat in de reacties achter of jij ook gel nagellak hebt. En dat kan dan zijn van Pink Gellak, van AliExpress. Laat me ook maar gewoon weten waar je het dan vandaan hebt. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En dan hoop ik dus dat jullie deze video weer leuk vonden. Dus ja, doe allemaal eventjes je duimpje omhoog. Abonneer eventjes. En klik op het belletje, dan krijg je een melding als we weer een nieuwe video plaatsen. En tot de volgende video. Doei doei!